In deze aflevering van Spoorloos het verhaal van Romana. Ze zoekt haar vader, een zanger uit Kroatië. Ik vroeg mij altijd af hoe dat is om twee ouders te hebben. Vandaag krijgt Romana te horen wat haar zoektocht heeft opgeleverd. En het eerste verhaal brengt ons in Gelderland. We zijn hier in Sportfondsbad West in Nijmegen. Ik heb hier mijn eigen zwemschool. We zijn nu bezig met een privéles, maar normaal gesproken zijn we met z'n zessen totaal. Ongeveer zo'n 350 kinderen die zwemmen bij ons. En daar verzorgen we zwemles voor het ABC-diploma. Goed zo, Timo. Netjes. En door, hè. Makkelijk, hè? Is goed, hè? Ga maar gewoon door. Wat ik weet is dat ik uit Indonesië kom. Daar is ook de adoptie plaatsgevonden. Het verhaal is, wat ik weet, is dat ik de jongste ben van 5 kinderen. Mijn vader die is in het weekend gaan vissen met vrienden en die is daar te komen overlijden. Door een ongeluk, een visongeluk of een bootongeluk, dat is onduidelijk. Daardoor raakte mijn moeder heel erg in paniek. Die had opeens 5 kinderen in haar eentje. En heeft ons alle 5 naar een weeshuis gebracht. Ondergebracht tijdelijk. Met de mededeling aan het weeshuis van, ik wil even alle zaken op orde krijgen. En als dat zover is, dan kom ik ze weer terughalen. Nou, dat heeft ze ook gedaan. Alleen toen ze terugkwam om ons op te halen, had ze zich bedacht over mij, want ik was de jongste. Ik was nog geen half jaar, was ook een babytje. En ze twijfelde heel erg over of ze mij wel een goede toekomst kon bieden. En wel mijn 4 oudere zussen meegenomen en mij achtergelaten om te laten adopteren. Ja, helemaal goed hoor. Hey. Nou. Tess. Helemaal goed, hè? Een moeder die na het overlijden van haar man niet meer voor al haar kinderen kan zorgen en de jongste afstaat ter adoptie. Dit is het verhaal waar de 40-jarige Rudy zijn leven lang mee is opgegroeid. Maar onlangs is er iets gebeurd waardoor hij met andere ogen naar zijn adoptie is gaan kijken. Rudy ontdekte namelijk dat hij als baby, voordat hij bij zijn adoptieouders terechtkwam, tijdelijk bij een ander Nederlands gastgezin verbleef. Dit gastgezin woonde in de jaren 70 in Indonesië. Rudy zocht ze op. Ze hadden ook foto's van mij uit de periode dat ik bij hen was. Dat is heel bijzonder. Want dat is van een periode waar ik geen weet van heb. En dat zie je ook echt in die foto's, dat ik echt al een onderdeel was van hun gezin. En tot zijn grote verbazing vertellen deze mensen dat zij hem eigenlijk ook hadden willen adopteren. Maar dat liep spaak omdat mijn biologische moeder geen afstandsverklaring wilde tekenen. Dus ze konden het niet officieel rondkrijgen, die adoptie. En toen zagen ze er vanaf, want ze zeiden, ja, als de moeder geen afstandsverklaring wil tekenen, dan klopt het niet. Dan is iets niet in de haak. Dan zie je dan dat je ook heel makkelijk vooruit komt. Het kost veel meer kracht eigenlijk, hè? Dat je rustig zwemt. Rudy confronteert zijn adoptiemoeder met deze nieuwe informatie, maar zij zegt zich niet goed te kunnen herinneren hoe de adoptie precies tot stand is gekomen. Als mijn biologische moeder geen afstandsverklaring wilde tekenen, in hoeverre is dan die adoptie, klopt dat? Is het een legale of een illegale adoptie geweest? Want dan ga je wel heel erg twijfelen aan de hele procedure. Dus dat is heel vreemd hoe dat dan geregeld is. Ik schrok er wel heel erg van. Rudy leerde 5 jaar geleden Sigrid kennen en kreeg een relatie met haar. Hij gaf zwemlessen aan mijn zoontje en we hebben elkaar een paar keer gezien. En daar was gewoon iets. En heel erg verliefd geworden. Dus ik was de moeder aan het zwembadrand. Je mag geen brood, hè? Sigrids zoon heet Rowan. Hij is 10 jaar oud. Hij is niet mijn biologische zoon, maar ja, het voelt wel als mijn zoon. En we zijn gek op elkaar. Dus ja, dat is heel organisch. Is dat gegroeid in de afgelopen 5,5 jaar? Echt 2 mannen, hè? Twee jongens samen. Voelen elkaar feilloos aan. En de dingen die je als moeder niet kunt bieden. Zoals voetballen en lekker ruw stoeien en zo. Ja, dat hebben zij met z'n tweeën. Dus dat is helemaal... de mannen dingen hebben zij samen. En die band die is heel close, heel, heel diep. Zo, ja,
Hoe heet? Hij heeft wel weet van zijn biologische vader, maar hij kent hem niet. Die is ook nooit in de picture geweest. Maar hij heeft wel natuurlijk daar vragen over. Wie is dat dan? En hoe is dat dan gegaan? En weet je wel, die vragen van waarom en hoe. Weet je wel, dat heeft mij ook getriggerd. Van ja, waarom en hoe? Waarom ben ik geadopteerd? Hoe is dat dan gegaan? Dus dat, ja, dat heeft ja, zijn zoektocht in die zin heeft ook mijn zoektocht getriggerd, zeg maar. Als je continu wordt geconfronteerd met een kind wat je aan het opvoeden bent, ga je natuurlijk ook misschien wat meer nadenken over van God, wat... Hoe had het kunnen zijn bij mij als ik was opgevoed door mijn biologische ouders? Fruit, wat is fruit? Boehanan. Goed zeg. Dat zeg ik wel eens tegen jou, toch? Oh! Ja, een klein aapje. Toetemeloet. Bijna goed, toetemeloet. Niet toetetoet. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, wij zijn woordjes aan het leren. Want Bahasa. Bahasa. Voor. Deze relatie heb ik dat, heeft dat nooit bij mij gespeeld. Maar dat komt nu ook omdat ik een vaderrol heb. Ik heb hem ook echt erkend inmiddels als mijn zoon. Zo sterk is die band. En, maar ja, dat heeft mij tegelijkertijd ook iets geraakt van ja. En dan wil ik het ook van mezelf eigenlijk weten. Waar ik vandaan kom, wat mijn afkomst is en hoe dat dan zit. Sebarang, Indonesië. Het is de belangrijkste stad van Midden-Java. Met zo'n 1,5 miljoen inwoners, veel kleiner dan Jakarta uiteraard, en veel provincialer. Hier wordt nog volop in de riksja gereden. En baat het oude historische centrum in de diepe rust van verwaarlozing. Hollandse historie, die duidelijk herkenbaar is, maar slechts heel af en toe in goede staat. Verder is het in Sebarang gemoedelijk, warm en vriendelijk. Samen met correspondent Joke neem ik de papieren door. Het verhaal dat Rudy eerder vertelde over zijn adoptie is daarin feitelijk niet echt terug te vinden. Wat aanknopingspunten betreft doen we het met de naam van het weeshuis en de gegevens van Rudy's moeder, Li Guat Lam, een vrouw van Chinese afkomst. Lee, the family name. So, Lee is the family name and Guatlan then is the first name. Okay, so that's why Rudy is Lee Rudianto in the papers. Because Chinese, they put the family name first. Okay, so and this is that's her address. Her last known address. Yeah. And that she was unmarried. We hebben een oud adres van de moeder van Rudy en dat zullen we dan eerst maar eens bezoeken. We komen terecht in de Chinese wijk, een klein Chinatown. De markt is volop in bedrijf. Overal wordt handel gedreven. Het adres van moeder Li Guat Lam moet hier ergens in de buurt zijn. Dus ibu mau tanya, kalau jalan Gabahan di mana ibu tahu nggak? Datang sini terus. Ya. Datang terus sampai Gambaru ke sana. Belok ke. Jalan oh ya. Is it far from here? Jauh nggak bu dari sini? Baru, ya jauh. Kalau jalan, kalau jalan kaki. Ya. Ya? Ya, terima kasih. Kasih, Bu ya. Met die afstand blijkt het uiteindelijk wel mee te vallen. Het is makkelijk te lopen. We komen terecht in een kampong zoals overal in Indonesië. Veel smalle straatjes, een beetje een rommeltje, kleine woningen en eethuisjes. Het steegje waar de moeder van Rudy destijds in elk geval woonde, ligt aan de rand van de wijk. Vlakbij het riviertje dat dienst doet als riolering. De nummering springt een beetje van de hak op de tak, maar uiteindelijk staan we voor 233. Een woning die er nogal afgesloten uitziet. Permissie. Permissie. Dan maar op zoek naar mensen die in de buurt wonen. Kennen ze Rudy's moeder hier ergens? Tanya yang tinggal di rumah nomor 233. 233. Li Guat Lam. Pernah kenal yang namanya Li Guat Lam enggak, Pak? Enggak kenal. Li Guat Lam? Enggak kenal. Enggak kenal ya, Om. Pernah dengar nama Li Guat Lam, yeah. Tapi yeah, she has ever heard the name. She knows the name. Enggak tahu sekarang. But she doesn't know where she is or what she happened. Is not living here anymore. Tapi udah nggak tinggal di sini lagi. Enggak. But she doesn't live here. No.
kampong. The head of the kampong. The head of the kampong. Goed. Het hoofd van de kampong zit op een bankje aan het water. Hij is hier nog niet zo lang de baas. Hallo. Hey, mister. Masih tinggal di sini enggak Ibu Yelan ya? Enggak tahu di mana. Meninggal, Mbak. So they know Li Guatlan, Yelan, as they know. Yelan, yeah. She doesn't live here anymore. She doesn't live here anymore. And who is living now on 233? Kalau sekarang yang tinggal di rumah nomor 233 siapa Bapak tahu? Itu namanya Ibu Yohana. So, masih Ibu Yohana. Ibu Yohana, pengurus gereja. Sekarang namanya Ibu Yohana buy it from Ibu Li Guatlan. Jadi Ibu Yohana beli rumah itu dari Ibu De moeder van Rudy woont hier niet meer, dat is duidelijk. Maar men kent haar wel. De meeste buurtbewoners die we spreken herinneren zich haar vaag, onder haar bijnaam Yi Lan. Op dit moment blijken veel mensen niet thuis. Ze zijn aan het werk of naar de markt. We zullen wat later op de dag teruggaan. Nu eerst naar het kinderthuis waar Rudy destijds geruime tijd werd ondergebracht. Dat blijkt te zijn verplaatst en we krijgen via via een nieuw adres. Maar daar aangekomen lijkt er een vergissing in het spel. Geen kinderthuis, wel een speciale school. This is the right address, but now it has become a special school for the blind. So it's not an orphanage? No, I guess not, but it's the right address. It's the right address, but it doesn't say anything about an orphanage on this. No, it's not. No, it doesn't. Maar het weeshuis blijkt er toch te zijn. Yang di Unike, untuk semua. Jadi memang dulu ini sama Unike itu satu. Het huis is onderdeel van deze school geworden. De archieven liggen hier dan ook opgeslagen. En we mogen ze zonder problemen inzien. Ah. Oh my goodness. Ik zie keurige stapeltjes plastic mappen. In elk dossier van een geadopteerd kind. Helaas is er geen enkele volgorde in te ontdekken. Alles ligt kriskas door elkaar. Het is een kwestie van zoeken. Een half uurtje later kom ik de map van Rudy tegen. This is it. Look. Yeah, this is it. Ik hoop dat er iets in staat wat we nog niet wisten. Now, this is the same as we had, right? So, oops. Naast alle papieren waarvan we al kopieën hadden, komen we de meest uiteenlopende zaken tegen. Veel correspondentie, afschriften van betalingen en een handgeschreven case study. Met nog meer gegevens over Rudy's adoptie. You said that this is the name of the client mm-hmm. and the address and the occupation of the mother. What was it? Prostitute. Really? It says here. It is written here. Okay. And that this is a boy mm-hmm. and the name is this. And this is the story. Okay, because the woman had made some affairs, mm-hmm. so the husband divorced her. Yeah. And because of her affair with another man, mm-hmm. a daughter was born. Her name is Lily. Okay. And a boy was also born, and his name is Rudianto. Really? Father unknown. Het lijkt er dus op dat Rudy een zus of halfzus heeft. Ene Lily. Maar verder dan dat komen we niet. Het is het einde van de middag. De moeite waard om het nog eens te proberen in de kampong op dat oude adres van Rudy's moeder. Misschien is de huidige bewoner nu wel thuis. En dat blijkt inderdaad het geval. Al zal het ons niet veel verder helpen. Hallo tante. Berapa lama yang lalu Bu Yelannya tinggal di sini, Bu? Ibu tahu nggak? Udah lama, kok udah tahu aku malah. She doesn't have any idea. De vrouw herinnert zich wel hoe de koop van haar huis destijds tot stand kwam. Yelan, de moeder van Rudy, had schulden gemaakt en moest verkopen. Het blijkt een ingewikkeld verhaal. Ya, sini, ya pernah ketemu sekali. Ini loh, ini rumah di
dia anaknya orang toh. Mm-hmm. Nah, tapi yang pinjam uang itu kan dipegangi rumah. Mm-hmm. Tapi itu hubungan dengan dia, bukan dengan saya. Mm-hmm. Saya enggak tahu. She never saw her because what she know is that she know that this house belongs to Yilan, but because of the debts and everything. Okay. Dia meninggal itu. Mm-hmm. It is a complicated story. She has never seen Yilan, but she knows it belongs to mm-hmm. Yilan. Yes, that's right. And she doesn't know where she is now. No, she doesn't. De buurvrouw is nu ook thuis. Zij woont al haar hele leven in de kampong en zou zich Rudy's moeder kunnen herinneren. Dat blijkt te kloppen. Maar erg recent zijn die herinneringen niet. When is the last time she saw her? Terakhir kali ibu ketemu Bu Yilan? Ya, selama ya. Mungkin tahun 9 lebih ya, 90 lebih ya. Dia meninggal kalau sudah lama ya. The early 90s. What kind of a woman is Yilan? Kalau Bu Yilan itu orangnya kayak apa sih? Ya, orangnya ya ramah, baik. Een aardige vrouw die ze tientallen jaren geleden voor het laatst zag. Ze heeft geen idee waar ze nu is. Has she ever seen children of Yilan? Ibu tahu nggak Bu Yilan itu punya anak apa enggak? Anak punya, tapi alamatnya nggak tahu. Berapa anaknya? Yang dulu 4 ya. Yang tambahan nggak tahu. Itu suami pertama berarti cerai? Cerai. Yes, she was divorced. She was divorced, oke. Okay. Does Yilan have family around here? Kalau Bu Yilan itu ada keluarganya enggak? Ada. Ya masih, tapi saya toh sering ketemu warganya di pasar gitu. Ketemu dia pas di pasar, tapi enggak tahu rumahnya, enggak tahu Widosari itu. Dat klinkt hoopvol. Regelmatig loopt ze een zus van Rudy's moeder tegen het lijf. De volgende keer zal ze vertellen over Rudy's zoektocht en een adres vragen. We wisselen telefoonnummers uit om contact te kunnen houden. De volgende dag proberen we iets te weten te komen over de vader van Rudy. Deze man is in alle papieren weliswaar de grote onbekende, maar er gaat een verhaal over hem de ronde. Vader zou destijds zijn omgekomen bij een visongeluk. Precies in de periode dat Rudy's moeder zwanger van hem was. Pak een beet 1975-76. In de vissershaven van Semarang kunnen we daarover misschien meer te weten komen. Met een beetje geluk iets over de familie van vader. Het is een niet al te frisse toestand. De stank is verschrikkelijk en wie van vis houdt, leert dat hier wel af. Maar goed, dat ongeluk van toen. Zouden oude vissers dat nog weten? We are trying to find some information about an accident that took place here in 1975-76. Where somebody died, a fisherman died. Kalau musim gelombang, datang satu, pasti dua ada. Biasanya kalau kecelakaan gitu, penyebabnya apa, Pak? Kecelakaan apa biasanya yang paling banyak? Penyebabnya gelombang besar, ya. Gelombang besar dia kan berangga, nggak tahu kalau dia itu tahunya kena musibah. Ya. Gelombang itu war, itu kan kebanyakan yang tidak menguasai, kan terus gelombang. Because jadi of... dia itu gelombang itu, kalau nggak ada temannya, bisa mati, ya. De zee rond Java is gevaarlijk en de bootjes zijn niet altijd even stevig. Elk jaar zijn er tussen de 15 en 20 dodelijke visincidenten. En dat maakt het dus lastig om meer over Rudy's vader te weten te komen. Want hij was duidelijk niet de enige. De vraag is of die visongelukken ook ergens geregistreerd worden. Is er hier in de haven een archief? De baas van de visafslag werkt er al minstens 40 jaar. En ongelukken in de jaren 70 verbazen hem niets. Gelombangnya kecil lah, operasi karena udangnya tidak ada. Jadi kecelakaannya ya, banyak. Ongelukken genoeg en die worden inderdaad allemaal netjes geregistreerd. Dat gebeurt op het kantoor van de vissersvereniging. Daar zijn alle actieve zeevissers officieel ingeschreven. Wanneer er iemand verongelukt, wordt naar de oorzaak uitvoerig onderzoek gedaan. En de rapporten worden opgeslagen in dat archief.
Maar wij willen iets weten over de jaren 70. En dat is nou net jammer. Want met die jaren is er iets misgegaan. Fisherman? Yes. Fisherman? Yes. Ah. Itu gini, tahun 75 memang pada saat itu kita tahun 91 itu aja banjir bandang ke sini. Mm-hmm. Banjir bandang sampai ke sini. Oke. Okay. Data hilang semua. En dus komen we zo niet verder. In de papieren in het kinderterhuis lazen we ook het officiële beroep van moeder. Prostituee stond er onomwonden. Semarang heeft een behoorlijk grote rosse buurt. En die bestaat al zeker een halve eeuw. In de middag kijken we er rond. Er zouden hier meer dan 600 vrouwen actief zijn. Maar nu, overdag, heerst er totale rust. Prostitutie wordt hier overigens volkomen geaccepteerd. En zorgvuldig gereguleerd. Zonder moralisme of fatsoenszakkerij. En dat is toch wel bijzonder. Ik vraag me af of hier dan misschien een archief is. Een plaats waar de dames onder hun echte naam staan ingeschreven. Dat zou in de kliniek kunnen zijn, die centraal in de wijk ligt. De dokter is aanwezig. We vragen hem naar Rudy's moeder. Her name is Li Guat Lam. Or Ye Lam. A Chinese woman. Chinese? Yes. Jadi paham ya, Pak ya? Dari WBS yang bekerja 1995 namanya? 1975-an di situ, Pak. 1975. Namanya Li Guat Lam atau Ye Lam. We komen zo niet verder. Ik realiseer me dat het enige harde gegeven het oude adres van Rudy's moeder is. We weten dat ze daar ooit echt woonde. En daarom proberen we het nog een keer in die kampong. En er is iemand die ons misschien verder kan helpen. Kasiem ini loh. Kasiem. Itu yang dulu tuh sering disuruh-suruh sama ibu. Hoe? Said ibu Kasiem. Ibu Kasiem. Where is ibu Kasiem? Yeah. Where? Di mana, Bu? Itu tuh. Ibu Kasiem. Ibu Kasiem. Yes, hello. Hallo. Hello. Does she know the woman we are looking for? Mbah tahu. Ibu Yelan. Saya turut Yelan, ikut Yelan. She works for her. She works for her. Ya, yeah, ibu kerja and buat Bu Yelan. Like what? Domestic stuff, like for as a maid, like washing the dishes and everything. I'm holding her because she's falling when yeah, I'm not holding her. So maybe we go somewhere and sit down or. Kita duduk dulu ya, Bu ya. Maybe you can find some where to sit down. Yeah, yeah, yeah. Where? Als ik kan niet vasthouden, vasthouden op kom. En eenmaal rustig op een bankje voor haar huis vertelt de bijna 90-jarige over Rudy's moeder. Ja, Peter Mangui. Laki tok-tok di sini. Laki mbek laki wis. Ora ono meneh. Susah-susah. Ngono terus kok dene ora tok gonta-ganti gonta-ganti. Aku sing ngomong sampai nyesel aku. Laki-laki terus sampai ngenes aku. Laki-laki lanang tok wis. Wis padha nyritake Yelan wis ditutup bukune cepet wis. De huishoudster van Rudy's moeder spreekt over lang geleden. Meer dan 20 jaar terug verhuisde Yelan. Maar rambutan. Rambutan kok manggarai ngono wae. Wong tak terkene dalan aku terus balik kok. Dadi ra reti. Jakartanya di Kampung Rambutan. Kampung Rambutan? Heeh, ya. And do you have a street address? Ada alamat jalannya di mana gitu? Enggak. Enggak reti. Wat moeten we daar nu mee? Dat bespreek ik die avond met Joke. De Kampung Rambutan in Jakarta. Zouden we daar naartoe moeten gaan of niet? Dat is de vraag. Maar omdat we geen andere opties hebben, besluiten we de gok te wagen. Afwachten levert voorlopig niets op. Bovendien is Jakarta dichtbij. De vlucht duurt maar 45 minuten. De volgende dag vertrekken we al vroeg. En mooi op tijd komen we aan in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. We gaan op weg naar Kampung Rambutan. Het is een wijk vlakbij het grootste busstation van Jakarta. Het moderne zakencentrum laten we achter ons. We komen uit aan de zuidkant van de stad. We hebben geen adres. Het enige dat we kunnen doen is het aan zoveel mogelijk mensen vragen. She's moved from Semarang to here. Dia pindah dari Semarang ke Yelan. Yelan. Ya. Number
telepon? No, we don't have telephone number. Ya, nomor teleponnya. Pindah ke sini namanya Bu Yelan enggak? Belum juga ya. Namanya dari Semarang. Yelan. Woman from Semarang. Ya, enggak tahu. No? Bapak kepala RT-nya ya? RT berapa? RT 5. Is he the head of the couple? Yeah. Yes. Yes. Kami cari orang, Pak. Namanya Ibu Yelan. Dua laki-laki, dua perempuan. Bapak pernah ada dengar yang pindah ke sini dari Semarang enggak? Enggak. Yelan, de moeder van Rudy, is hier onbekend. Overal vangen we bot. Zonder exact adres is het hopeloos. Aan het einde van de dag zijn we terug in het oude centrum van Jakarta. Onverrichte zaken. Maar gelukkig worden we gebeld. Het is de oude buurvrouw van Rudy's moeder, die we al eerder spraken. Ze heeft goed nieuws. Okay. Ya, rasanya itu ketemu adiknya aja. Sudah ketemu dengan adiknya Ibu Yelan? Ja, ja, ja. De telefoonverbinding met Semarang valt regelmatig weg, maar de boodschap is duidelijk genoeg. So she met Yelan's sister at the yes, market, yes. And she told her that some people have been looking for her, yes. Regarding her sister mm-hmm. Yelan. Mm-hmm. And then the thing that she heard from Yelan's sister is that Yelan doesn't live in Jakarta anymore. The neighbor knows where Yelan's sister lives, and she said that she can take us there. So we have to go to Semarang. Yes, that's the only thing we can do to talk to Yelan's sister. Are you sure that she does not live in Jakarta anymore? No. It's sure because she told her that. Right. In Jakarta hebben we niets meer te zoeken. We kunnen de stad de volgende dag met een gerust hart weer verlaten. Terug naar Semarang, waar we eindelijk in contact zouden kunnen komen met familie van Rudy. Met een zus van zijn moeder. Zodra we in de stad zijn, gaan we onderweg naar de behulpzame buurvrouw. Zij kan ons de weg wijzen naar het adres van Rudy's tante, als alles goed is. We rijden dwars door de drukke Chinese wijk waar Rudy's moeder woonde en belanden na een half uurtje in een wat rustiger kampong. De buurvrouw wijst ons de straat en het huis waar Li Fang, de zus van Rudy's moeder, ons verwacht. Ze woont nog steeds in het huis van haar ouders. You are the sister of Yelan. Hallo, Ibu. Ibu Yelan? Ja. Ja? Yes. Does the name Rudianto mean anything to you? I don't know about that. You don't know about that? No. Nothing at all? Nothing at all. Because your sister had children, right? Ja. Yeah. How many? Five or six. Too much. Too much. Voorzichtig breng ik de adoptie van Rudy ter sprake. Can we go inside? Yeah. Okay, let's go. This is my brother. Okay, hello brother. Hello. 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 Wanneer we binnen zijn, vraagt Li Fang of we even willen stoppen met filmen. We krijgen te horen dat Rudy's moeder, Yelan, al jaren terug is overleden. We hebben dit Rudy ruim voor het kijken naar deze reportage verteld. Yelan was ziek, maar haar zus weet niet precies wat haar mankeerde. Er was maar weinig contact met Rudy's moeder. Li Fang is kleermaakster. Haar spullen staan overal in de woonkamer. Ze is hier samen met haar broer. Een oudere zus woont buiten de stad. Do you all have the same parents? Yelan is not the same father. Not the same father. So you have the same mother, but not the same father. Yeah. And has Yelan, was she born here in this house? No. Did she live in this house? No. Not at, never. Why not? Because this is the family house and... Because Yelan gives to another parents. Really? Yeah. And and why? Do you know why? I don't know. did you see her? Yeah, I know. Yeah? Did you live close together or? Not in the same house yet. No. Because sometime we met her. Okay. Yeah. Did you like to meet her? Yeah. Okay. Like, not like, it's my
sister. Er is enige terughoudendheid bij het praten over Rudy's moeder. Ze was een buitenbeentje. Heel anders dan haar broer en zussen. Dat wordt al snel duidelijk. Yang kita tahu itu empat dari suami pertama. Yang kita tahu memang satu itu suami yang resmi ya. Itu seingat saya empat anak. Dan kita juga memang karena nggak terlalu dekat dan memang kurang apa ya, respect ya dengan cara hidup mereka. Jadi kita juga nggak pernah menanyakan kamu tinggal di mana, alamatnya mana. Kita nggak sampai seperti itu gitu loh. Jadi terlalu banyak masalah yang mereka, yang kita nggak, kita boleh nggak mampu, tapi jalan kita yang benar gitu aja. Jadi kalau banyak lika-liku yang ini kayaknya kita nggak bisa terima gitu lah. Ya udahlah, sekedar kamu, kalian itu keponakan. Tussen de regels door begrijp ik dat vooral de vrijpostige omgang met mannen de familie een doorn in het oog was. Maar omdat Rudy's moeder opgroeide bij een ander gezin, in een andere omgeving, werd ze niet door haar echte familie gecorrigeerd. Dia dibesarkan di lingkungan yang permisif. Di daerah yang tadi disebut di apa? Gabahan. Itu sangat permisif kan. Permisif itu dalam arti kata apapun boleh. Orang maki, ngomong kotor dan hal-hal tertentu secara seksual pun itu untuk mereka hal-hal yang wajar aja gitu loh. Pada masa-masa itu kita nggak bisa nyalain, makanya kenapa dia umur 15 sudah nikah. Dan itu pun disetujui atau mungkin didorong oleh orang tua angkat, termasuk ibu saya kan harusnya masih punya hak juga kalau dia memang punya punya kultur yang beda ya pasti dia bisa ngasih tahu, cuman ini di tempat yang seperti itu pasti terjadi seperti itu. Jadi kita memang ada perbedaan yang rada jauh. Baik dalam sudut dari cara berpikir dan sudut pandang kita beda jauh pasti. Mama juga enggak demen. Ya paling kalau datang dimarahin gitu. Entar dia minta maaf, biasa gitu. Datang minta maaf, paling mama bilang biasa. Nanti ini sudah begitu lagi. Er is opvallend genoeg niet één foto van Rudy's moeder bewaard gebleven. Ze leek sterk op haar moeder, de oma van Rudy. De vrouw op deze foto's. Jelan en haar kinderen hoorden tenslotte niet echt meer bij de familie. Ze woonden in Jakarta en werden vergeten. Karena waktu itu nggak tahu, saya lupa juga kok saya bisa anaknya. Kasih tahu kalau mamanya nggak ada. Pas karena posisi saya waktu itu ada di Cipanas. Jelan werd begraven in Jakarta. Broer en zus hebben geen idee waar we haar kinderen zouden kunnen vinden. En zonder adres gaan zoeken in de miljoenenstad Jakarta is niet te doen. If you would describe the life of your sister in one word, yeah, would it be happy or sad? Sad. It is sadness in my life because I've never contribute for her to make better. You are sad because yeah, she had a sad life. Yeah. You feel responsible. Yeah. Also. Yeah. Because of her sister. She is my sister. Tapi kenapa yang ini kok kita sama sekali sampai enggak dengar sama sekali gitu. Kita sih enggak apa-apa ya untuk ketemu. Apapun dia juga kita tetap salah satu dari anak kakak saya kan, masih keponakan. Cuman untuk menceritakan kehidupan ibunya, apa dia nggak kecewa? Motornya kayak Huna. Ini motornya. Ya, motornya kayak Huna. Beda banget tuh. Apa rada totok-totok. Kan modelnya model motor. Main totok. But Rudy can
visit you. Oh yeah. And it's welcome. You can tell him what you know. Yeah. What you remember about Yilan. Yeah. Yeah. Exactly. Yeah. Ja, heftig. Ja, ik heb ook wel dat zij geen gelukkig leven heeft gehad. Dat, ja. Ja. En, ja, en jammer dat ze niet meer leeft. Dus. Maar wel heel blij met wat jullie wel hebben kunnen vinden. Ja. Heel fijn. De zus en de broer van mijn moeder te kunnen ontmoeten. Of dat geeft al heel veel. Geeft me ook meer dan ik ooit had kunnen bedenken of dromen. Dus daar heb ik zeker wat aan. Want het gaat gewoon om dat ik een stukje ja, familie of wat dan ook kan mag ontmoeten. En ja, dus ik ben heel blij. Heel blij. Stranger to see you. Yeah. Dit is de Kroatische zanger Sanchez. Imao popularitet ono kak bi se baš ne ono svjetski popularitet ono evropski. Hij wordt gezocht door Romana die in Nederland woont. Ik vroeg mij altijd af hoe dat is om twee ouders te hebben. Voor het bijzondere verhaal van Romana reizen we naar Kroatië, naar het bedevaartsoord Maria Bistrica. De sneeuw ligt op sommige plaatsen meters hoog en het is er bitter koud. Slechts een enkeling waagt zich op straat. Sanchez trad op in ontelbare clubs en restaurants. We hebben met hem afgesproken in een van die gelegenheden. Gewoon een vreemde. Te meksičke pjesme bile su poznate, ali nije bilo puno aktera. Meksičke pjesme pjevati, čovjek mora biti sentimentalan i romantičan. A dobro, ja mogu priznat da bilo je razno, ne? Bilo je razno. Sančeza poznám tak spontanične. Jer u publici, iako su ženske, uvek to daje snagu, jasno. Ne? Sanchez treedt begin jaren 70 vaak op in verschillende landen in Oost-Europa. Hij is eigenlijk altijd op reis. En bij een optreden in Polen zit Danuta in het publiek. Po prostu nasze wzroki się spotkały i to było bardzo wielkie uczucie. A da, ja sam smatrał w swakom słyszaju, że jako dobro, najbolji kontakt z publiką jest gledati publiku do oczy, jel? Jel, to jest, neko by można rekel, jakiś znak hipnozy. A że siedziałam bliziutko estrady, to gdy śpiewał, jedna od najboljih publika, moram reći da je bila u Poljskoj, jel? I po prostu po skończeniu svojega występu, tak po prostu došlišmi do sebe i tak se začela naša pinkna milošć. Barem ono, kako bi se reklo, da taj mjesec koji sam ja bil, ja sam bil na jednomjesečnom angažmanu. Znači, ja sam poslije toga moral otići, jel? Twee weken na hun eerste ontmoeting in dit restaurant in Poznan raakt Danuta zwanger. Wanneer ze dat ontdekt, staat Sanchez al op het punt om weer verder te reizen. Ja powiedziałam, że z naszej miłości wyszedł owoc. I być może żonie to powiedziałam, bo polskiego język aż tak bardzo dobrze nie znał. De twee zien elkaar nooit meer. In 1973 wordt Romana geboren. Danuta voedt haar in haar eentje op. Mijn moeder was vader en moeder in één. Ale od samego początku, jak tylko miała roczek, jak mogła już kontaktować, to mówiłam,
że twój tata jest daleko, twój tata kocha ciebie, twój tata pięknie śpiewa, twój tata pięknie gra. Romana is nu 43. De liefde voor een Nederlandse man bracht haar naar ons land, waar ze nu al zo'n 20 jaar woont. Haar moeder bleef in Polen, maar komt af en toe op visite. Ale jak patrzę na córkę, to widzę ojca Romy. Uglavnom jako lepa ženskica, ne? U svakom slučaju, ne? Da, simpatična, jako mila je bila, da. Bardzo był troskliwy, gentleman. Da, kad smo razgovarali sa Danutom, ona rekla ste vi bili ljubav njenog života. Ja, sve je moguće, no, sve je moguće, jer ovaj, pazite ovak, kako bi vam to rekao, no ja sam, osjećao sam velike simpatije s njezine strane, nisam ni ja isto bil ravnodušan, a rekao sam, s moje strane, to je ta velika prekretnica, da sam ja, kako bi neki pjevači rekli, bil oženjen za muziku. Jaren na het vertrek van Sanchez probeert Danuta hem nog op te sporen. Na lang zoeken lukt het haar om contact te leggen met zijn boekingsbureau. I tam dowiedziałam się, jak nazywa się i że ma żonę i że ma syna. To wtedy już całkiem nie chciałam ingerować, skoro ma rodzinę, to już dalej nie chciałam. Romana woont in Nederland en krijgt hier 3 kinderen. Het zijn haar kinderen die haar overhalen op zoek te gaan naar haar vader in Kroatië. Ik ben al ruim 15, 16 jaar al gescheiden en sindsdien mijn kinderen die missen vaderfiguur. Mijn kinderen zeggen, mam, wat heeft u te verliezen? Je hebt niks te verliezen. Sanchez is zijn hele leven blijven optreden. Ik wist dat ik 43, 45 jaar actief nog pievanja, ja. Hij verdiende veel geld. Een optreden bracht al snel 150 Duitse mark in het laadje. Maar in die tijd gold de regel dat hij alles wat hij in een ander Oostblokland verdiende, daar ook moest uitgeven. Hij mocht niets de grens mee overnemen en heeft dus ook niets gespaard voor later. Zeker, daarnaast is het probleem, jako veliki. 10 jaar geleden stopte hij met reizen en optreden. Zijn koffers staan sindsdien te verstoffen. Oh, wacht, zo'n lepe uspomenen, pogleda se die. Tim to završi, šta drugo. Da. Ovo je fotografija, isto jedna tak zajednička, Meksiko. Ovo je bila moja partnerica jedno vrijeme, koja je s menom isto ovaj, pjevala. A ovo je uspomena jer sam vodio talijanski cirkus Embel Riva kao konferansijer. Eto, to su za sad te slike koje su sigurno uspomene, lepe uspomene. A eto, u tom mojem malom prostoru, ovako da im je odmah na prvi pogled. Eto, tako. Takav je to život i to je ta prekretnica da je danas čovjek živi od socijalne pomoći. Eto, to se tako dogodilo, a drugoga nema. Treba živjeti, a drugo nemamo šta. Tu. Međutim, eto, tu sam kao ono, ili se robi Robinson Crusoe samom, u kućici krasno, u šumi, ptičice su levo, desno, tako da me to dosta ispunjava da ne osjećam samoću. Eto. S tim sam isto sredan i zadovoljan. Da, ono, do kraja života još se onak proživim, onak to. Sanchez moet nu rondkomen van nog geen 100 euro per maand. Zijn huis is amper 10 vierkante meter groot. Hij woont er alleen. Een groter contrast met zijn artiestenverleden is niet denkbaar. Koliko ste puta se ženili? To je jedno delikatno pitanje. 5 puta. 5 puta, ali to je sve bilo kratkoročno. Jel? Manje više sve bili takvi sportski brakovi. To je ono, ne znam, možda je zlo reći ono, nužna potreba, ali eto no, dogodilo se. Nisu neki koji bi me strahovito veliko dali za pamćenje.
Sanchez kreeg twee kinderen. Met zijn vijf ex-vrouwen heeft hij geen contact meer. Najduže mi je trajal 2,5 godine. Jako kratko. A sobina sam dosta sentimentalan čovjek, jel? Kao što sam i prije navel, jer nesentimentalan čovjek ne može pjevat meksičke pjesme. A eto, negde, kao se veli ono vrak, me malo zaokrenul, pa sam dobio malo drugo mišljenje, jel? I svaki put je bilo, evo, ovo je možda pravo. Jel? Da, 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 eto. Oh, wat knap. Oh mijn god. Sanchez zegt dat hij nooit heeft geweten van zijn dochter bij Danuta. Hij hoorde dat pas toen hij door Spoorloos werd benaderd. Dobro, ne mogu reći. A mogu reći da sam malo ono bil zaskočen, jer to mi je bilo ono kao iz neba u rebra, jel, kak se ono veli. Sanchez is nieuwsgierig naar het verhaal van Romana en haar moeder. Mijn vader die weet van mijn bestaan, ja. Ovo je već velika Romana, to je jasno. Romana's moeder heeft altijd gezegd dat Sanchez wel wist dat ze zwanger was. Bardziej górnolotnie to powiedziałam. Nie powiedziałam, że ty jest, och, ty ze mną masz dziecko, to nie. Ja to właśnie powiedziałam, z naszej miłości wyszedł owoc. Weet je of je vader blij met je was? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat is niet aan sprake gekommen. Dat weet ik niet. Chciałam cię coś zapytać, mamo. W momencie, kiedy mama w ciąży zaszła, był mój ojciec zadowolony, że mama w ciąży zaszła ze mną? Sprawa jest, może bym powiedziała, dziwna. Teraz tak uważam. Przedtem zrobiłam chyba wielki błąd, bo ja nie przekazałam ojcu tak, jak się przekazuje tą szczęśliwą wieść o poczęciu. Da mi ojciec reć, da może naszła nekog drugoga, Iliwa. Takwa tajemstwena mi je bila, ne? Velim, to je igra sudbine. Ne znam da li je to Bog tak htio ili kako je situacija, eto, to je sve. Ja kao da sam znal da ona postoji. Opet, velim, ne bi ti joj lagat, bit ću iskren, konačno u tim godinama nema ni šansi. Bolje da se veli istina. Međutim, jer ja stvarno da sam znao da postoji, da sam imal adresu, ne? No, jasno da bi se javil. Finde heel fijn dat hij zo heeft opgepakt. Dat hij toch blij is dat ik op zoek was naar hem. Ik heb gewoon een papa. Ik kan gewoon weer papa zeggen dat ik nooit heb gedaan. Yo heb pjesma koju želim osvirat našoj Romani. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Pa sigurno da se osjećam posebno, jel? Kratko i jasno, jedva čekam da se vidimo, eto. Dobrze.